Het stuk buiten ging tussen de N276 in Brunsum-Noord en de N274 in Schinveld gaat binnenkort open. Onlangs zijn daar geluidsschermen geplaatst in Brunsum-Noord bij de flats. Daar nemen we straks een kijkje. Maar eerst kijken we hier naar dit aqueduct. Natuurbrug Veldby zorgt ervoor dat de fauna hier op een veilige manier zijn oversteek kan maken. We staan op de Brunsumerheide. Nicky, Natuurmonument is beheerder van Natuurbrug Veldby. Waarom moet zo'n brug er komen? De Natuurbrug is belangrijk voor de verbinding tussen de Brunsumerheide en de Brandenberg. Dat soorten veilig een oversteek kunnen maken. Zoals reeën, das, zandhagen, dat die lekker veilig aan de overkant kunnen komen en met elkaar kunnen migreren. Toen bekend werd dat de buitenring hier zou komen, werd er niet bepaald enthousiast gereageerd door Natuurmonumenten. Hoe is dat nu? We waren totaal niet enthousiast, inderdaad. Door het twee keer procederen hebben we toch heel veel natuur eruit kunnen slepen. We maakten ons zorgen over de Brunsumerheide, het Natura 2000 gebied, maar ook voor de recreant. Dat die door de buitenring de verbindingen niet meer gingen vinden. Als we nu kunnen kijken en met de natuurbrug, met de natuurcompensatie en met recreatieve verbindingen, kunnen we zeggen dat we over het algeheel wel tevreden kunnen zijn. Op 2 oktober ging de brug open. Is er sindsdien al veel gebruik van gemaakt? Zelfs al eerder dan 2 oktober. Het tree heeft het eigenlijk meteen gevonden. De aannemer was toch aan het werk en we zagen eigenlijk al de pootafdrukken. Dus dat is wel heel erg leuk dat je al meteen een klein succesje hebt. Maar we hebben ook al gehoord dat de das eroverheen gaat. En we hopen dat die zandhagedis ook aan het migreren is. Maar daar hebben we nog geen melding van gekregen. En is het dan ook de bedoeling dat wandelaars en fietsers gebruik maken van de natuurbrug? Nee, de natuurbrug, naam zegt het al, is echt voor de natuur gemaakt. Dus de oversteek voor de dieren veilig te houden. Recreanten moeten voornamelijk de verbinding voor het oude paardentunnetje gaan gebruiken. Motorbikers, paarden, ruiters, daar zijn voorzieningen voor gemaakt en die moeten ze gebruiken. En dit is echt de verbinding van het Heide Natuurpark. Zodat de Brunsumerheide, Schinveldse bossen en de Tevenheide als één groot natuurgebied aan elkaar verbonden wordt. En dat de recreant ervan kan gaan genieten. Voor de bewoners van deze flats in Brunsum Noord zijn speciale geluidsschermen geplaatst. Niet alleen speciaal vanwege de vorm, maar ook het glas is niet zomaar glas. Hanne-Willem, jij werkt niet voor de buitenring, maar bent de leverancier van dit glas, toch? Klopt, ik werk voor Schuit uit Venlo en we leveren glas. We produceren glas ook en we begeleiden de montage op locatie. Over hoeveel glas hebben we het zo ongeveer? Nou, je moet je voorstellen, er zit ongeveer 600.000 kilo glas in, 12.000 vierkante meter oppervlakte, oftewel 21 kilometer lengte. Wat een halve marathon is. Dat is behoorlijk wat glas. Dat is veel. Waar moet al dat glas aan voldoen? Wat voor eisen zijn? Nou, glas moet natuurlijk duurzaam zijn. Het moet tegen de natuurkrachten kunnen. Het moet tegen de geluidswerend zijn. En daarvoor hebben we ook voor een gelamineerd product hebben gekozen met een zeefdruk erop. Dat ook mooi uitziet. Kun je iets vertellen over het productieproces? Ja, in Venlo snijden we het glas op maat. Dus iedere ruit is op maat gesneden. Vervolgens gaan we dan een mooie zeefdrukmotief opzetten. Vervolgens wordt glas hard gemaakt, dat het ook mechanisch stabiel is. En dan gaan we het op elkaar lamineren, zodat het zijn geluidswerend effect krijgt. Maar ook zijn totale stabiliteit om hier in de toepassing ingezet te worden. Okay. Nu is het niet alleen het glas, zeg ik zojuist bijzonder, maar ook de vorm. Kun je daar iets over kwijt? Ja, dat klopt. Zoals je ziet zitten op de achtergrond zijn flats. En de mensen bovenin die willen natuurlijk ook geen overlast hebben. Stel, we zouden de geluidsschermen er bovenin maken, dan wordt het fris te groot en dat is ook niet meer mooi. Vandaar dat er gekozen is voor die luifel, hè, waardoor het geluid weggebogen wordt en de mensen bovenin geen overlast hebben. Een project waar je trots op bent? We zijn er super trots op dat we het bij kunnen dragen in deze regio als bedrijf Schuiter. De buitenring is hier bijna klaar. Vanaf komende vrijdag wordt het deel tussen de N276 in Brunsum Noord en Schinveld N274 in gebruik genomen. Meer informatie kunt u altijd vinden op onze website en wij zien u graag bij een nieuwe aflevering over de buitenring Parkstad Limburg. Thank you.